Yo mensen van mijn kanaal, welkom in deze nieuwe video. Hi, hey, hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan wij reageren op de rijke, irritante kinderen die op Snapchat zitten. Kijk, jullie kennen allemaal die rijke, irritante kinderen die allemaal moeten profileren met hun money, met hun geld, met hun saaf. Dat ze zomaar even 20 euro pakken en dat ze denken, ha, daar snuit ik mijn neus mee. Oh, dat doneer ik aan streamers, dat soort kinderen, echt rijk, irritant. Heel vaak hoor ik dus collega's met een rijke, irritante YouTuber. Wat begrijpelijk is, want ik maak een video waarin ik mensen hun geld doneer. En dat wordt door best wel veel mensen bekeken. Dus ik snap wel dat een paar mensen denken van, oh wat een sukkel. Een beetje mijn geld gooien, een beetje stoer doen. Maar weet je wat het grappige is? Dit is mijn werk en hier verdien ik geld mee. Dus als ik YouTubers doneer of Twitch streamers, dan verdien ik het misschien terug met de video die ik maak. En daarom doneer ik het. Dus het is niet om stoer te doen, maar het is meer omdat mensen het gewoon leuk vinden. En omdat ik zo ook mijn geld kan verdienen. Maar vandaag gaan we rijke, irritante kinderen op Snapchat die echt gewoon echt rijk zijn. Gewoon echt Ferraris hebben, alles hebben. En ze hebben er niet eens voor gewerkt. Ze hebben het allemaal door papi en mami. En dan gaan ze heel stoer doen op Snapchat ermee. Dus ja, daar gaan we vandaag op reageren. Dat is super leuk. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Doe even een dab als je dat nog niet hebt gedaan dit jaar. En doe het belletje aan. En volg me ook even op Instagram. @Mick van YouTube. Volg me, @Mick van YouTube. Check even mijn merchandise. Polvico/Mick. En let's go. De allereerste Snapchat is I hate this choice in the morning. En dan zie je 3 Ferraris. Ha, leuk voor je. Hij heeft 3 Ferraris. En hij flext er heel hard mee. Als je trouwens niet weet wat flex is. Als je aan het flexen bent, wil je heel graag laten zien dat je bijvoorbeeld een iPhone hebt. Dan zeg je, hey, ik heb een iPhone. Kijk, ik heb een nieuwe iPhone. Ik heb niet een nieuwe iPhone, maar dat is flexen. Heel erg laten zien dat je iets duurs hebt. Laten we verder gaan met de video. Deze man is heel erg aan flexen met zijn 3 Ferraris. Ken je, weet je wat flexen betekent? Misschien wist je het al, maar ja. Oké. Volgende Snapchat. Beste 21ste verjaardag ooit. Thanks, daddy. Oké, dan heeft hij een Ferrari. Kijk, weet je wat het is? Voor mij persoonlijk, ik raak hier niet geïrriteerd aan. Dus ik zou niet denken, oh, deze vrouw of man is heel irritant. Ja, leuk dat jij een Ferrari hebt gekregen. Ik heb daar geen problemen mee, als ik heel eerlijk ben. Dus laat gewoon gelijk doorgaan naar de volgende foto. Kijk, weet je wat het is? Als ze nou zou zeggen, oh, een Ferrari. Oh, ik had wel iets beters verwacht. Kijk, dan is het irritant. Maar ze zei gewoon, bedankt papa. Dus hé, ze is dankbaar. Dat is mooi. Ik neem een slokje van mijn water. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dankjewel, mam en pap, voor het voorzien van water in dit huis. Want hun betalen dat en ik niet. Thanks. Waardering. The line between rich people and peasants. Oftewel de lijn tussen normale mensen en rijke mensen. En dan laat hij zeg maar Smirnoff zien. Dat is een alcohol, dat is wodka. Die je echt voor heel goedkoop... Ja, eigenlijk gewoon de goedkoopste drank die je kan halen. En dan laat hij volgens mij, ik denk een hele dure champagnefles. Of wodkafles. Ik denk champagnefles. Laat hij daarnaast zien. Kijk, dan ben je wel echt gewoon, een klootzak. Laten we even heel eerlijk zijn. Hij laat eigenlijk gewoon iets heel goedkoop zien en iets heel duur zien. En dan zegt hij dat goedkoop is voor normale mensen. En dat dure is voor rijke mensen. Net zoals ik. Ha, 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 ha. Laten we lekker flexen. Nee, maar dit is wel echt irritant. Irritante gozer is het. Nullo, niet zo flexen. Needed something to level my chair on. Oftewel, had iets nodig om mijn stoel een beetje omhoog te doen. Ha, laat ik er 2 iPads onder leggen en 1 MacBook. Ha, 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 ik ben zo rijk. Het boeit me niet als dat kapot gaat. Ha, ha, fuck jou. Geef dan die MacBook aan mij of zo. Dan kan ik hem verkopen en dan kan ik daar V-Bucks van halen. Oh. I have to drive myself in this shit. Oftewel, ik moet mezelf laten rijden in deze kut auto. En dan laat hij een foto zien van een Porsche sleutel. Want dat zijn kut auto's. Ja, echt vervelend. Oh, moet ik maar in een Porsche rijden? Oh nee, dat kan je me echt niet aandoen hoor. Poepoe. Zo hé, dat zijn maar auto's van een paar 20, 50k tot weet ik veel, 300k. Weet ik, waarschijnlijk is het een Porsche van maar 300.000 euro waar hij in moet gaan rijden. Oh, oh, oeh. Zo vervelend. Zo, wat ben jij irritant. Jezus. En de volgende Snapchat is, ik ga even lekker normaal eten. Voor normale mensen. Ik ga even lekker naar de McDonald's en dan maak ik een lekkere foto met mijn Rolex. Nou, jij bent zo koulo stoer. Zo, wow, je hebt gewoon een Rolex. Maar waarschijnlijk 0 euro op de bank. Lekker bezig, gozer. Hey. Sorry, ik raak geïrriteerd door deze Snapchats. Dus dan ga ik hun ook lekker beledigen. Ah. Is dit hoe rijke mensen met kaarten spelen? Dan hebben ze allemaal iPads met afbeeldingen erop. Geen echte kaarten. Nee, ze hebben allemaal iPads. Maar hey, weet je wat het is? Ik zie die stapel iPads daar liggen. Dat zijn echt niet genoeg iPads om kaarten mee te spelen. Dus hey, fuck jou dat jij 30
30 iPads hebt, leuk, maar er zijn veel meer kaarten dan 30. Dus doe nou maar niet zo stoer, want je kan nooit spelen met kaarten met zo weinig iPads. Heb je er veel meer nodig? Ik ben echt niet jaloers hoor. Nee. Ik wilde graag een gele. Mijn ouders zijn stom. Oh nee, ik heb een groene fraai gozer als dit echt is, hè. Zo, klinkt als een Minecraft poppetje die geslagen wordt. Maar als dit echt is, gozer. Als jij een Lamborghini zou krijgen van je ouders. En je gaat janken dat die groen is in plaats van geel. Ik kan haast niet geloven dat dit echt is. Nee, dit kan niet echt zijn. Dit moet gewoon iets voor de grap zijn geweest of zo. Want als je dat echt zou doen, dan ben je echt zo verwend en zo irritant. Holy shit. Holy crackalakalakamoli. Even snel naar de Apple Store geweest. En dan maakt hij een foto waarin hij 4 iPads heeft gekocht. Nou, Knullo, gefeliciteerd. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ik zou ze goed gebruiken. Misschien was het gewoon een vierling die geboren werd. En gingen ze naar school nu en moesten ze allemaal een iPad hebben voor school. Kan ook gewoon zijn, hè? Of hij heeft echt gewoon even lekker 4 iPads gehaald zonder reden. Want zo lijkt het in deze Snapchat. Als je dat hebt gedaan, dan ben je gewoon dom bezig met je geld. Maar Mick, jij doneert aan de streamers. Jij bent ook dom bezig met je geld. Hou je mond. Dat is niet waar, oké? Okay? Ik ben heel slim bezig met mijn geld. Heel slim. Horloge kost meer dan deze auto. Die smiley deden erbij. Leuk. Ja, ook meer dan mijn auto. Fuck. Gefeliciteerd. Jij hebt een horloge die duurder is dan mijn auto. Het leven is oneerlijk. Maar de vraag is, heeft hij een auto? Vast wel, anders zou hij wel echt heel dom zijn om een... Volgens mij Philippe Patek te halen. Dat zijn horloges van 50.000 euro. Ja, dan heb je het wel voor elkaar, ja. Dan heb je een mooi horloge, jongen. Gefeliciteerd. Wanneer je geen sinaasappelsap meer heeft. En dan laat hij een fles champagne zien. Ja, oké. Okay. Stoer. Leuk. Weet je, ik vind sinaasappelsap nog wel wat lekkerder dan een fles champagne. Zeker in de ochtend. Want volgens mij is dit de ochtend. Dus, ik weet niet hoor. Misschien voel je wel heel cool. Een hele winnaar. Of zo, hè? Ik heb een fles champagne. Oh shit. Ik zou toch liever die sinaasappelsap hebben hoor. In de ochtend, zeker weten. Kijk, in de avond misschien die champagne. Dat zou er wel in kunnen dan. Lekje visie. Hey joh. Zo, we zijn al weer even in deze video. En ik wil even vermelden dat er een parody op mijn kanaal online staat. Als je die nog niet hebt gezien, moet je dat eventjes gaan kijken. De link staat in de beschrijving. Laten we doorgaan met de video. Ik hoor hier niet. En dan heeft hij een foto. Volgens mij dat hij op het station staat. Ja, als je daar niet hoort, waarom ben je er dan, dommerd? Dan ga je toch weg? Ha, sukkeltje. Papa heeft de helikopter gepakt. Nu moet ik rijden in deze shit. Oh nee, nu moet je rijden in, volgens mij, is het een Range Rover? Ik heb geen idee, ik kan niet goed zien. Alleen staat daar een Porsche en een Range Rover, volgens mij. Of een andere auto, ik heb geen idee. Maar dat is zo vervelend, man, dat je vader de helikopter heeft gepakt. Dat is echt vervelend. Ja, daar heb ik ook altijd last van. Pap, stop nou eens met die helikopter pakken. Pap, als je deze video kijkt, laat die helikopter nou eens een keer staan. Ik wil daar lekker in gaan vliegen. Kan jij in die stomme Porsche rijden of die stomme Range Rover, weet ik het. Laat mij gewoon even lekker in die helikopter vliegen. Ook altijd last van. Ik snap deze persoon wel. Ja, echt. Ik heb ook altijd een probleem. Oh, Patek plus Porsche is beste 14e verjaardag ooit. Waarom zou je iemand van 14 een Porsche geven? Wat de fuck heeft hij eraan? En een Patek is dus die horloge. Patek Philippe, dat is zeg maar, je hebt zeg maar Rolex en Patek is nog iets duurder. Nou, leuk dat hij een horloge heeft gekregen. Dat mag ook als hij hele rijke ouders heeft. Hij is er wel dankbaar mee, maar waarom de fuck zou je een auto geven aan iemand die 14 is? Ik kan dat niet begrijpen, heel eerlijk gezegd begrijp ik dat niet. Want ik snap mijn zinnen ook niet meer. Proberen te leren rijden en dan laat hij een Ferrari zien waarin hij de rijles heeft. Dat zou wel echt fucking dope zijn als er een rijschool zou zijn met Ferraris. Dat zou wel echt vet zijn. Maar dat bestaat denk ik niet. En het zou heel duur zijn en te duur voor mij in ieder geval. Misschien niet voor jou, ik heb geen idee. Stom krasje, ik heb een nieuwe nodig. En dan laat hij zijn Rolex zien. Jongens, ik heb een tip. Als jij een krasje hebt op je horloge, kan je hem laten repareren. Hoef je geen nieuwe te kopen. Gozer, ik heb je met een Rolex bespaard. Gefeliciteerd. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk deed hij dit expres en zei hij, oh, ik heb een nieuwe nodig. Hij wist echt wel dat hij het kon laten repareren. Maar hij heeft zoveel geld dat hij gewoon een nieuwe koopt. Kijk, weet je wat het is? Van mij, echt, dit is echt, hè. Ik zou ook willen dat iedereen zo denkt. Van mij maakt het niet uit hoeveel geld je hebt. En als je dat wil laten zien, joh, laat het lekker zien. Maar expres profileren met bijvoorbeeld, ik wil een nieuwe. Want ja, er zit een krasje op. Terwijl iedereen weet dat je hem kan laten repareren. En dat het eigenlijk helemaal niet nodig is om een nieuwe te hebben. Dat is wel gewoon irritant. Kijk, je mag gerust laten zien van, zeggen van, hey, ik heb een nieuwe horloge gehaald. Dat vind ik niet erg. Maar als je gaat zeggen, er zit een krasje op. Ik heb een nieuwe nodig. Dat vind ik wel gewoon dat je denkt, gozer, even dimmen, hè. Even dimmen. Kom me maar pakken, normale mensen.
mensen. Kijk, dit gaat ook. Dit is ook weer lijp irritant. Oh, ik heb Louis Vuitton. Ik heb geen Louis Vuitton. Hij wel. Kom me maar pakken. Nou, ik kom je pakken en ik pak al je Louis Vuitton af. En dan zeg ik, kom mij maar pakken. Hé, papa heeft ons maar een 4 verdiepingen huis gekocht. Oh nee, maar 4 verdiepingen. Zo, dat is weinig. Ik heb er 2. Ja, dat is deze verdieping en de verdieping hierboven. En hij heeft er 4. Ik denk dat ik maar, ik hou het niet meer hoor. Waarom doet iedereen zo gemeen? Nee jongens, ik maak me natuurlijk helemaal niet dat druk om. Zoals ik al zei, je mag gerust laten zien dat je veel geld hebt. Maar doe het op een normale manier. Ga niet zeggen van, hier, kijk normale mensen. Kijk mij. Ik ben veel beter. Dat is gewoon, dan ben je gewoon irritant. Je mag wel trots zijn dat je iets hebt. Zoals van, hé, ik heb een nieuwe auto gekocht. Dat, wees er trots op. Dat mag je laten zien. Maar ga niet zeggen, oh, er zit een krasje op auto. Ik ga een nieuwe kopen. Dan ben je gewoon irritant. Of als je dat doet, laat het niet weten. In ieder geval. Als je dat echt zou gaan doen, laat het dan niet weten aan heel de wereld dat je het doet. Want dat wordt gewoon niet gewaardeerd. In ieder geval, over de genoten van deze video. Rijke, irritante kinderen op Snapchat. Ja, ze bestaan. Als je mij nog niet volgt op Instagram, want ik heb geen openbare Snapchat. Maar volg me wel op Instagram. Dat zou ik leuk vinden. @Mick van YouTube, check it out. Check ook even mijn merchandise, link in de beschrijving. En dan zie ik jou bij de volgende video morgen om 7 uur. Mijn naam is Mick. Tringelingeling. Wat is dat? Oh, jij die het belletje moet aanzetten. Mick out.